Yo, Nintendo fans! Op dag 14 in Pikmin 3 Deluxe heb ik één probleem minder. We hebben Louis gevonden en die heeft al ons eten teruggegeven. Maar het tweede probleem is dat er nog steeds 69% van jullie niet geabonneerd is op dit kanaal. Dus abonneer op dit kanaal. Dan heb je iedere dag Nintendo video's. Oh, wacht even. Het is nog niet dag 14. Het is later die nacht. Ja, dat zei ik al. Het is inderdaad niet Captain Olimar. Deze man heet Louis. En waar zijn de ogen van Louis? En hij wil eten. Hij heeft nog steeds honger. Wat is dit voor een gozer, joh? Wat een rare vent. Nou, Louis heeft in ieder geval onze Cosmic Drive Key niet. We moeten echt uitvinden waar Olimar is. En daarvoor moeten we naar de formidabele eik. Ja, daar is hij. De mooie eikenboom. Let's go. Let's do this. En ik weet niet zo goed wat ons te wachten staat. Maar ik neem gewoon maar even heel veel pikminnetjes mee. Laat ik er maar gewoon 20 meenemen van iedere soort. Want ik weet nogmaals totaal niet wat ons te wachten staat. Alhoewel, water in een boom, dat lijkt me een beetje gek. Daar gaan we. We gaan in de boom. En dit is weer een brief van Olimar. En die zegt, ik heb wat glinsterend goud materiaal gevonden. Het lag bovenop deze boom. Ik denk dat het een schat is. Louis wil niet mee. Ik weet niet waarom. Maar ik ga er naartoe. Oké. Let's go. Nou, dan gaan we ook lekker schat zoeken. Eens even kijken wat hier... Wat? Wat is dit voor gele poep? Oké, dit ziet er niet goed uit, jongens. En is dit dan wel Olimar? Let's go, jongens. Let's go. We gaan erop af. Hallo, meneer Gouden Poep. Mag ik misschien hem meenemen of... Wat? Hij absorbeert hem of zo. Oké, ik denk dat ik hier met mijn donkere Pikmin moet aanvallen. Ja, oké, let's go. Val hem aan. Maak hem kapot. Lekker. Nice. Oké, pak hem op. We gaan hem meenemen, jongens. Let's go. De Pikmin die doen raar. Ze weten niet welke kant ze op moeten. Oké, ja, dat is een probleem. De kapitein zegt, ja, dan moet iemand hem even een manier laten zien waarop waar we naartoe moeten. De weg. En Brittany zegt, nou, ik laat ze wel de weg zien naar de SS Drake. En de kapitein en Elf, die gaan haar kofferen. We kunnen niet met de gijzer omhoog, want we moeten Olimar dragen. Dus gaan we gewoon... Oké, ja. We gaan de donkere grot in. Het ziet eruit als best wel een lange grot, jongens. Ik weet het niet, maar het ziet er niet oké uit. Wat is dit? Wat is dit? Dit is... Wat? Ja, dat is ook de reactie van Elf. Wat? Zou dat een vriendje kunnen zijn van het ding dat we net hebben verslagen? Ja, Elf zegt, ik denk dat het meer dan een vriend is. Het heeft exact hetzelfde signalement. Oké, we moeten er vandoor, jongens. We kunnen dit ding niet aanvallen als die transparant is. Dan komen mijn Pikmin daarin blijkbaar ook vast te zitten. Oh, nee! Oké, dat betekent maar één ding. Dat we moeten gaan rennen, jongens. Rennen! Brittany! Waar ben je? Ja, hier is Brittany. Oké. Ik neem de command over Brittany. Misschien dat ik nog wat extra Pikmin daar naartoe kan gooien, zodat we wat sneller kunnen lopen. We kunnen dat ding aanvallen, maar alleen als die goud gekleurd is. Ja, dag. Ik ga gewoon wegrennen. Ik wil dat ding helemaal niet aanvallen. Wegwezen. Oh, hier zijn wat gouden eitjes. Dat is misschien wel nice. Daar worden je Pikmin sterker van. Oké, weet je wat? We gaan gewoon weer door. Let's go. Ja, top. Gaan we deze kant op? Ja, we gaan deze kant op. We moeten deze even vanaf de achterkant verslaan. Nu die nog ligt te slapen. Want anders vormt hij echt een probleem, jongens. Pak hem aan. Pak hem aan. Lekker. Nice. GG. Nu die andere nog even. Anders hebben we een probleem. Ja, die moeten we ook even pakken. Heel goed. Heel goed. Die kleintjes. Oh. Oh, wacht even. Wacht even. Wacht even. De grote blobding komt eraan, jongens. Kunnen we deze kant op? Ja. We kunnen deze kant op. Dan lopen we even een rondje. Let's go. We moeten vluchten voor de grote blobding. Wat is dit voor een level? Oké, het volgende wat we moeten doen is keihard met z'n allen deze muur slopen, jongens. Let's go. Iedereen helpen. Iedereen helpen. Die muur moet zo snel mogelijk neer. Dit is wel echt een survival level of zo. Ik vind het super cool. Oké, gaan we weer? We gaan weer. Waar gaan we nu naartoe? We kunnen hier doorheen. Dan kunnen we dit even kapot maken, deze deur. Kijk, hier kunnen we Pikmin van kleur laten veranderen. En we kunnen ook deze ballen mee laten nemen. Dat is misschien ook wel handig. Ik weet niet wat hier... Nee! Hij heeft Olimar gepakt! No! Dit is niet oké, jongens. Dan kwam hij gewoon in één keer eventjes hier om de hoek kijken. We moeten dit ding gaan aanvallen. Pak hem. Pak hem. Kom op. Maak hem kapot. Maak hem kapot, jongens. Rode Pikmin, let's go. Jullie zijn sterkste, toch? Lekker. Lekker. En we moeten nu Olimar meenemen, jongens. Oké, wegwezen weer. Kom op. Kom op, met z'n allen. We gaan weer. Zouden dit... Oh, nee. Kom nou. Oh my god, ik sloop mijn eigen Pikmin. Ik ben nooit goed met die freaking... Met die bommen. Dat vind ik zo naar. Opeens dan gooi je zo'n bom, omdat je dan... Oh.
Omdat je dan opeens die bom hebt geselecteerd, zeg maar. Dat is echt super irritant. Oké. Eentje die spuugt vuur en eentje die gooit water. Go, 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 go. Pak die water. Pak dat waterding. Let's go, jongens. Let's go. Kom op, jongens. Oh, hier oliemars weer losgelaten. Kom op, kom op, kom op. Lopen, 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 lopen. Nice. Helpen, helpen. Jongens, kom nou. Kom nou. Loop nou eens niet zo te twijfelen. Oh, elektrisch. Elektrische man. Elektrische man. Ah. Laat ze met rust. Pak hem. Pak hem. Maak hem kapot. Oké. Oliemar pakken nu. Oliemar pakken. Tempo. Ja, neem hem mee. Ondertussen zijn er nog 87 pikmin over. Wat een battle is dit. Dit is niet normaal. Oké, guys. Chargen. Brug bouwen. Let's go. Brug bouwen. En snel. Heel goed. Oké, de brug is nog niet compleet. We moeten nog ergens anders stukjes brug vandaan zien te halen. Hier is een muur. Ik denk dat we deze even met z'n allen neer moeten halen, jongens. Ik hoop dat jullie snel genoeg zijn. Ja, dit ziet er wel vlot uit. Dit ziet er wel vlot uit. Ik weet alleen niet zeker of we ook echt hier naartoe moeten. Laten we even een rondje lopen, jongens. Even kijken wat er nog meer is. Oh, kijk, hier is een shortcut. Als we nou echt paniek hebben, dan kunnen we hier nog naartoe. Maar we moeten de andere stukjes van de brug nog zien te vinden. En ik denk dat die weer hierin zitten. Kom op, jongens. Graven met z'n allen. Ja, kijk. Daar komen de stukjes brug. Oké, Pikmin, kom maar. Kom maar. Met z'n allen. Ja. Even wachten, jongens. Even wachten. Oh, wacht maar helemaal even. Want, nee. Hij gaat blijkbaar ook hier door het midden. Kom. Kom nou. Oh, en Olimar was weer losgelaten. Ah, lekker dit. Potverdorie. Oké, we moeten hem nog een keer pakken, jongens. Maak hem kapot. Maak hem kapot. We zijn met heel veel. We kunnen hem hebben. Hij gaat alleen nu iets doen. Kom. Ik moet mijn waterpikmin hebben. Waterpikmin. Hallo? Ik had toch mijn waterpikmin geselecteerd? Potverdorie. Blijkbaar had ik de verkeerde pikmin geselecteerd. Ah. Ik had volgens mij de Electra pikmin geselecteerd. En nu? Oh my god. Oh my god. Maak hem kapot. Alsjeblieft. Ja, lekker. Oh, nu hopelijk alle andere pikmin weer terug verzamelen. Oké, zijn we nu klaar met de brug? Hebben we de brug nu gebouwd? Nog steeds niet? Ik dacht toch echt dat we er nu waren, hè? Ja, dan komt dat ding alweer, joh. Heel naar dit. Oké, kom maar, pikmin. Kom maar. Niet teruglopen. Niet door het midden teruglopen, want dan loop je door die blob heen. Nee. Kom. Oké, bouwen. Snel. Tempo. Lekker, guys. Oké, en go. We hebben nog 77 pikminnetjes over. Oh, we moeten even dit ding kapot maken. Anders gaan de vliegende pikmin hier in het web vliegen. Dat is ook niet de bedoeling. En door. Nee, wel Olimar meenemen, jongens. Laat die Olimar nou niet de hele tijd achter. Ik weet niet waar we naartoe moeten. We gaan gewoon hier naartoe. Daar aan de zijkant was ook iets, maar daar wil ik niet naartoe. Ik wil hier naartoe. Ik denk dat ik hier naartoe moet. Kunnen we hier een lichtje maken? Ja, we kunnen hier een lichtje maken. We hebben hier 10 pikmin voor nodig. Ik gooi hier even wat rode in. Zo, op die manier hebben we weer wat gele pikmin erbij. En dan kunnen we hier nu een lichtje maken. Blijkbaar moeten we hier ook nog een hele brug gaan maken, joh. Dit is niet meer normaal. Komt die blob trouwens ook hier naar boven of niet? Ja, hij komt ook naar boven. Oké, jongens, we moeten hier vanaf springen. Kunnen we hier vanaf? We kunnen hier toch wel vanaf. Ik wou net zeggen, we moeten hier vanaf. Go. Tempo. Ik vind dit helemaal niet meer leuk. Oké, we hebben hier weer een muur. Deze muur moet kapot, jongens. Let's go. Met z'n allen. Hier zijn ook weer allemaal stukjes brug. Oké, dit gaat in ieder geval lekker. Dit gaat goed. Dit tempo zit hoog. Daar hou ik van. Ik weet niet welke kant we op gaan als we deze brug gaan maken. Even kijken. Welke kant ga je op? Die vliegende pikmin gaan hier over het water. Dus die vliegende pikmin mogen dit wel even doen. Let's go. Lekker, guys. Ga door. Oh, ik moet jullie even terugroepen. En niet Olimar achterlaten voor de zoveelste keer. Kom maar. Oké, die vliegende pikmin zijn wel lekker bezig. Die gaan die brug voor me maken. Dus dat is top. Ondertussen ren ik keihard door, want ik weet niet waar ik naartoe moet. Oké, wat is hier allemaal? Hier is er nog meer stukjes brug. Daar heb ik denk ik zwemmende pikmin dan voor nodig of zo. Ja. Oké, maar we zitten hier wel met een probleem. We zitten hier zelfs met een heel groot probleem, want die blob komt hier aan. Kom uit het water, guys. Kom uit het water. Oké. Dit gaat helemaal fout. Of gaat hij terug? Hij gaat terug. Hij gaat weg. Oh, nice. In dat geval kan ik hier in ieder geval een beetje gaan plukken. Hij ging opeens weg. Oh, dit was zoveel geluk. Volgens mij komt dat omdat we Olimar misschien niet beter hadden. We hadden Olimar gedropt. Kan ik hier langs? Ja, we kunnen hier langs. Ondertussen is de brug ook klaar. Dan moet ik even al mijn pikmin even bij me roepen, denk ik. Want er zijn er nog wel wat hier die die kwijt zijn. Oké, ik laat mijn pikmin hier even bovenachter, denk ik. Oh, maar de tijd is alweer bijna voorbij. Hoe kan dit nou ook? Dit kan je toch niet redden?
binnen de tijd. Kijk, we hebben hier nu nog meer licht gemaakt. Maar de tijd is echt bijna voorbij. Dus ik vraag me heel erg af of we dit nog gaan redden. Ja, kijk, de dag is nu voorbij. En ik heb werkelijk waar geen idee. Hebben we dit nu gered of niet? Ik vraag het me heel erg af. Dit was echt weird, want we waren nog lang niet terug volgens mij. Ja, deze Pikmin die zijn allemaal verloren. Misschien is het niet de bedoeling dat we dit in één keer doen. Want we moeten zoveel doen. En Olimar die zei ook van, ja, nacht na nacht dan word ik weer opgeslokt door dit ding. Dus ik denk dat alles wat we nu gedaan hebben, dat we daar de volgende keer in één keer kunnen doorlopen. En op die manier Olimar terug moeten brengen. Dus dit was slechts deel 1. En ik durf te wedden dat morgen Olimar weer bovenop die boom ligt. En dat we dan poging 2 moeten gaan doen. Rest in peace voor alle Pikmin die hierbij verloren zijn. Ben je nou ook benieuwd naar deel 2 hiervan? Of we de kapitein kunnen redden? Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. En wil je mijn lijst zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!